provincie Gelderland heeft een energietransitieprogramma waarin de brede mix van hernieuwbare energie is verwoord. Dus naast zon en wind ook warmte. Warmtevoorziening is heel belangrijk. En als je kijkt naar Gelderland en bijvoorbeeld naar de stadsregio Arnhem-Nijmegen, dan zie je dat daar een aantal afvalinstallaties staan die met restwarmte werken. En die restwarmte kunnen we nu inzetten voor warmte voor huishoudens. Een mooi voorbeeld is van een convenant wat we 10 oktober hebben gesloten met de NUON, met Alliander, met de gemeente Arnhem en Nijmegen en met wij als provincie. En dat convenant dat moet daartoe bijdragen dat er per jaar 4000 woningen uit de bestaande woningbouw voorzien worden van restwarmte uit 2 afvalverbrandingsinstallaties in Weurt en in Duiven. En die restwarmte wordt dan omgezet in warmte en energie voor die woningen. En dat gaat dus om 4000 woningen per jaar. Nou, dat is toch een mooi resultaat van inzetten op warmtevoorziening. Nou, de duurzaamheid van warmte is eigenlijk wat mij betreft oneindig. Want je zal altijd restwarmte blijven houden, ook uit bedrijven, uit industrieën. Dus daarmee kunnen we die ook op een goede manier inzetten. En dat maakt ook gelijkertijd het duurzame karakter ervan. Want voorheen verdampte het in de lucht. En nu zet je het in voor warmte voor huishoudens. Je kunt het aantrekkelijker maken door te laten zien waar het vandaan komt. Dat het dus echt een duurzame energievoorziening is. Hè? Omdat je restwarmte gebruikt om woningen te kunnen verwarmen. En wat is er nou mooier dan dat je ziet dat ook de cirkel daarmee rond is. De toekomst zie ik heel positief. We hebben als provincie ook financiën daarvoor beschikbaar. En hebben we samen met Alliander een financieringsinstrumentarium in het leven geroepen. Wat beheerd wordt door PPM Oost. En daar kunnen gemeenten of regio's een beroep op doen om daar hun warmtenetten mee gefinancierd te krijgen. Een voorbeeld daarvan is in Ede, in de Gelderse Vallei. Dat loopt een warmtenettraject rondom Apeldoorn, rondom Wageningen, rondom Culemborg. Dus meerdere voorbeelden hier in Gelderland die daar gebruik van kunnen maken. Bij dat warmtecongres kom je ook van de laatste ontwikkelingen, word je op de hoogte gesteld, ook technologische vernieuwingen. Nou, wat is nou mooier dan geïnspireerd te worden door prachtige voorbeelden die er zijn rondom warmtevoorziening.